Een hele goede morgen allemaal. Of goedemorgen, het is echt middag. Of nou ja, het avond. Het is al 7:30. You just give me a... Deze dag is echt voorbijgevlogen. Het is de dag na Awakenings. En ik ben echt fucking brak. Ik heb echt de hele dag op bed gelegen. En niks gedaan. Ja. Wat was het voor dag? Niet bijzonder. Nee, ik ben echt een fucking dood. Ik heb even een salade voor mezelf gemaakt. Dat kan ik wel gebruiken. Beetje vitamintjes. Met sla, tomaat, komkommer, paprika, pijnboompitten, pesto dressing. Dat was hem. Helemaal prima. Ga ik nu opeten. Ga ik een serie kijken of zo. En de hele avond niks doen. Het is echt niet normaal, maar al deze dozen staan op mij te wachten. Echt, wat de fuck. Ik heb alleen salade op. Dus ik heb eigenlijk nog wel honger. Dus ik dacht, ik ga lekker frituursnacks maken. Hihi. Want dat hebben we nog in huis. Oven party snacks. We hebben een lekker airfryer. Dus ik ga dat eventjes maken voor mezelf. Ik moet eigenlijk ziek nodig naar de wc, maar ook. Wat vinden jullie het lekkerste uit een party snack? Ik oprecht de bami blok. Echt, iedereen vindt het heel vies, maar ik vind het niet lekker. Die bitterballen vind ik nooit zo heel lekker uit een party mix. Maar het komt omdat het altijd slechte bitterballen zijn. Er zitten altijd heel weinig kipjes in, hoe kan dat? Ik ga van alles 2 doen en van bami plus 3. Ik heb het zo lang niet gehad dat ik een avond alleen thuis was. In onze bank heb gechilled en heb gegeten alleen en een serie heb gekeken. Echt zo gemist. En ik denk dat het ergens ook wel een soort uit een angst kwam. Omdat ik het soort, nou niet eng, maar kut vond om alleen te zijn. En ik heb dat vooral sinds ik dus op mezelf woon. Terwijl altijd als ik een avond alleen ben, vind ik het zo lekker. Ik ga lekker mosterd pakken. Dit is de lekkerste mosterd ooit van Coro. Die staan letterlijk in mijn koelkast. What a joke. Beetje mosterd. Beetje mayo. Eww, waarom is deze mayo zo raar? Dat is echt één waterplas. Kwam er heel raar uit. Oh, lekker curry. Ik hou van curry zoveel. Vooral het frikandel en kip en zo. Is dit nog nieuw? Wat dan wel? Curry vind ik ook fucking lekker met tosti. Zo lekker. Zijn er meer curry of ketchup? Ketchup vind ik trouwens ook echt heel lekker hoor. Maar curry is wel echt de best. Ik kan nog een ketchupje bij doen. Gewoon mini ketchup liggen hier. Meer saus op dit bord dan dat er frituursnacks op kunnen. Dus ga je echt je koelkast doorstruinen en denk je van nou, wat hoort er allemaal niet meer thuis en wat kan weg? Nou, volgens mij valt het nu op zich wel mee. Oh ja, chili saus. Nee, dat ging niet doen. Kijk, ik heb nu dit. Lekker mosterd, curry en mayo. Oh my god, yummy. Ze zijn lekker klaar. Lekker smikkelen. Een filmpje kijken. Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb de hele dag gewerkt op kantoor. Ik heb vanochtend trouwens even gelezerd. Morgenavond moet ik nog voor mijn benen, want ze hadden niet gelegen tijd voor één behandeling. Dat kwam door mezelf, want ik moest de afspraak verplaatsen. Helemaal blij mee, weer mijn vierde behandeling en ik merk zo ziek veel verschil. Ook met een paar vakanties gewoon naar Turkije en zo, gewoon niet over nagedacht over het scheren. Ik vind het zo chill. Dus volgens mij moet ik nog 2 behandelingen en dan ben ik helemaal summer ready. Ik heb nu een event van Isle of Paradise bij SoPR op kantoor. Leuk met Thomas en Isa Luna. Dus ik ga daar nu snel heen scooteren. En vanavond ga ik uit eten met Isabel en Bo. Ook helemaal leuk. Het weer ziet er in ieder geval goed uit, dus dat maakt me al heel erg blij. Hallo allemaal, net bij SoPR geweest. Het was heel erg leuk. De founder van Isle of Paradise. En ja, hij is jarenlang zelftrainer, professional zelftrainer geweest bij celebrities en zo. Dus ik heb vet veel tips. Fucking chill. Dus ik weet nu helemaal hoe ik als een pro kan zelftrainen. Oh my god. Ik ga me nu heel snel klaarmaken, want ik ga dus uit eten met Isabel en Bo. Lekker
Bij Linguini kon je heel lekker pasta en zo eten. Helemaal zin in. Om 6 uur. En het is nu 5:30. Echt heel snel klaarmaken. Maar komt wel goed. 5 minuten scooter of zo. Dus ik ben er zo. No problemo. Ik moet ook mijn wenkbrauwen epileren. Ik moet mijn snor weghalen. Allemaal van die dingen die ik altijd vergeet. Nou, ik ben gezellig met mijn zussen. Eindelijk weer. We hebben lekker eten. We zitten bij Linguini. Het voorgerechtje is voor wij zijn elke keer langoustine. Nee. Ik reed al langoustine. Ik zeg, ik kap helemaal niet van. Oh, ik word gebeld. Zo, mijn oor. Ja, langoustine. Ik weet niet of jij dat ook kent. Wie zei dat? Dat zei ik tegen mijn vader. Oh. Dat zei ik langoustine. Linguini. Linguini. Heel iets anders. Ja, heel iets anders. Ja, ik ben lekker broodje. Die brood is echt fucking lekker. Ja. Italiaans is zo lekker eigenlijk. Ja. Ja. Wanneer ga jij? 18 juni. Oh, je gaat beter in juni. Ja. Nou, dan kan niet in juni. Chill. Waar ga je heen? Nee, maar pas van heen. Ja. Ik ga eerst naar Como meer. Oké. Daarboven. Ja. En daarna hebben we wel een beetje plaats waar we heen willen, maar we willen eigenlijk gewoon niet. Ja. Hoe dan? Nee. We gaan ook alleen de eerste nacht boeken. Daarna willen we gewoon naar de zuidelijke kust gaan. Dus niet bij Venetië, maar een andere. Ja. Maar gewoon. Dan willen we gewoon naar beneden gaan. Ja, we hebben lekker pastaatje. Ik heb lekker carbonara. Ziet er zo lekker uit, het ruikt zo lekker. Ja, ik denk dat ze het in het pannetje hebben gemaakt. Ja, dat is vast een beetje. Ja, bij jou. Burrata, ja. Zo lekker. Echt een lekkere, dikke linguini. Ja, oh. Wat is dat? Toch een soort vis? Ja, dat is zo'n kreef. Ja. Lekker? Het is niet heel heet. Kan je niet? Nee, maar het staat ook. Ja. Heel lekker dit. I love it. Aanrader jongens, als je echt lekker Italiaans wil eten. Ga hier. Yum, yum, yum. Lekker. Nou jongens, kijk hoe cute het nu is. We hebben zus lekker gegeten. Heerlijk. Ja, ik zit zo vol. Zit je echt in je? Ja. Ik zit echt heel erg inzoomen op mijn foto. Ik? Nee, ik. Moet je even kijken, dat doe je zo. Jammer dat ik jullie weer moet verlaten. Oh, helemaal naar Nieuwlanden. Wat moet ik daar in het kutdorp? Ja. Jezelf een cozy. Nee hoor, geboren, geboren en getogen. Nee hoor. Blijf het city. Oh, maar je hebt goed al. Oh ja. Nou girls. Goedemorgen allemaal. Ik ben vandaag in de Saar. En ik heb net gesport. Maar ik moest naar de Zaar om deze broeken te passen. Ik heb hem in het goud en het zilver. Dus ja, we gaan het aandoen. En ik ben ontzettend, ontzettend benieuwd hoe dit staat. Yes, we passen de broek niet. Waar is mijn billen? Sorry. Mijn billen passen er niet in. Dit is echt een faal. Nou, ik wil alleen nog. Ik heb een hele leuke spijkerbroek aan. Maar as always is het hier veel te groot, dus kan het niet. Oké, guys, ik heb een hele leuke unboxing van Xenos. Ik heb een samenwerking met hun op TikTok voor noodles te maken. Dus ik heb allemaal dingen besteld om noodles te maken. So let's unpack. En ook wat extra leuke dingetjes hoor. Ik kreeg het shoptegoed van 100 euro. Wow. Deze is groot. Een fruitschaal, maar je ziet dat hij zo... Dit is veel te groot. Ja, een fruitschaal. Tering. Wat is dit een groot ding. Ik weet niet of dit gaat passen in mijn keuken. Dan een heel leuk, cute borrelplankje. Ik vind dat je er daar nooit genoeg van kan hebben. Heel leuk houten stokjes.
Dit zijn er echt 10 of zo, 10 paar. En dit van die huidstokjes die je kan af in de afwasmachine kan doen en kan hergebruiken. Dan zeewier, kimchi. Altijd lekker met noedels. Oh ja, olie. Ik heb en garlic olie, chili garlic olie. En ik heb sesamolie. Ook altijd lekker. En ik heb, oh ja, sojasaus natuurlijk. Sojasaus. Oh ja, en een nieuwe peper- en zoutmolen. Want deze had ik dus. En deze is kapot. Een nieuwe. Dan natuurlijk het belangrijkste, de noedels. Lekker noedels allemaal. Oh ja, een eierkokertje. Dit hebben we ook op kantoor. En ik vind dit zo chill. Want ik haat eieren koken en ik haat wachten. Deze. Ook lekker beetje noedels natuurlijk. Sesamzaadjes. En dan hele leuke borden voor de noedels. Oh my god, deze zijn zo leuk. En groot. Wow, deze zijn tering groot. Maar wel heel leuk. Kijk hoe leuk. Nou, helemaal top. Jongens, ik heb mezelf er overtroffen met de meest goddelijke maaltijd ooit. Ik had hier zoveel zin in. Ik craved hiernaar als een gek. Cheesy spicy noodles. I can't get enough. Ze zijn zo lekker. Niet normaal, ik heb er een TikTok van gemaakt voor Xenos. Want ik heb dit allemaal bij Xenos gehaald. Ik heb met bosui, eitje. Heel lekker ook met zeewier, vind ik altijd. Dan pak je een beetje noedels. En eet je dat met een zeewier. Dat is toch gewoon niet normaal. Ik heb dit lang niet op. Dat is ook niet normaal hoe lang ik dit niet op heb. Hij is wel ziek, ziek spicy. Het is beter als die wat hoger staat. Lekker eitje erbij. Lekker met die spicy cheesy saus. Hoe kan zoiets zo lekker zijn? Ik wil dus eigenlijk zo meteen naar de App Store een nieuwe telefoon halen. Dus ja, het zat daar aan te komen dat ik het een keer wil. En Stan komt zo, dus ik dacht misschien wel leuk als we samen kunnen gaan. Kan zoiets zo lekker zijn. Even ophalen met de auto. Yo. En Stan die wil per se naar de KFC. Omdat hij een kater heeft. We reden er langs. Ja, en Stan heeft een kater, dus hij wilde eten. Yo. En als je deze nog nooit hebt geproefd, de chocolademilkshake van de KFC is heel lekker. Heel lekker. Eerlijk? Want heel hij smaakt goed. Naar? Ja, gewoon chocoladeijs. Nee, naar Nutella. Ja, dat bedoel ik. IJsselen zijn. Dankjewel. En hij heeft een zingermenu. Nou, gaan we onderweg eten. Of in ieder geval, jij gaat eten, want ik ook niet. Ik heb al cheesy noodles op. Dat is allemaal meer, meer, meer. Meer, 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 meer. Het is wel best wel. We gaan even. Mijn haar is geknipt, hè? Ik zie niet. Dat zie ik niet. Nee, hey, wie is dat? Alrighty. We zijn terug uit de stad. En toen zag ik dat er heel veel pakketjes binnen waren gekomen. Eigenlijk allemaal van Look Fantastic, behalve eentje. Dus ik ga even een unboxing doen. Als eerst dit, van Kiehl's ook. De nieuwe twee retinol producten. Een serum en een nachtserum. Hier ben ik heel erg blij mee. Dan Kiehl's. Twee, ja. Dat had Kai ook. Ja. Kijk, die vond ik zo leuk. Ja, hallo dames en heren, ik ga vandaag mijn dag daily routine. Dan heb ik twee beautyboxen, maar eerst ga ik mijn eigen bestelling laten zien, want daar ben ik het meest excited voor. Ik heb een doorlopende kortingscode, SARAVLF, kun je altijd gebruiken voor, het is niet één bepaalde korting, maar het heeft heel veel kortingen, dus elk merk is het weer een andere korting. Het is gewoon altijd chill. Om met korting te shoppen. En Look Fantastic is sowieso heel nice. Want het is weer super snel. Vaak goedkoper als op andere websites. En nu al helemaal met korting natuurlijk. Allemaal weer summer dingen aangeschaft. En ook voor het reizen en zo. Oh ja, oh my god. Als eerst deze toilettas. Want ik heb echt een nieuwe toilettas voor mijn make-up nodig voor op reis. En deze leek me heel chill. Omdat hij dus doorzichtig was. Dus dan kan je precies zien waar het is. Want nu zit ik altijd heel erg te graaien. En deze is gewoon lekker. Want
normaal is een rits hier en dan doe je hem zo open. Maar nu is hij aan de bovenkant. Dus je kan gewoon helemaal zo erin. En ik vond hem wel cute roze. Dus ik dacht helemaal leuk. Toilet als je voor op reis. Dan een nieuwe beauty. Oh, hoe noem je dat nou? Beauty act? Nee, hoe noem je dat nou? Wat heet dit nou, Stan? Huh? Het is er? Hoe heet dit ook alweer? Een blush blender. Een beauty blender. Stan weet nog beter dan ik. Ja. En deze heeft van Real Techniques is sowieso mijn fave. En deze heeft dus ook een hoesje. Wat heel chill is, dat hij schoon blijft, maar ook dus niet afgeeft aan de rest van je make-up. Dus dan kan je hem zo in het hoesje doen en nou, helemaal chill vind ik dit. Dus top. Dan heb ik allemaal travel size dingetje. Oh, dit heb ik voor jou gekocht, Stan. Een rol deo. Dat wilde jij toch? Hoe zou ik dat voor mij? Dankjewel. Dankjewel, zeg ik heel lief. Hier. Ja, voor Stan een rol deo. Want zijn broertje had dat en hij werkt echt chill. Dus ze zei Stan, dat wil ik ook. Maar ik weet dat hij dat toch niet voor zichzelf kan. Zo, je wordt bijna op mijn hoofd. Van Biotherm, een heel goed merk. Ja. Dankjewel. Dan van Uai. Hoe spreek je dit uit? Weet je dit? Uai. Uai. Een travel set. Dus een shampoo en een conditioner. Een leave-in conditioner. Dit is ook wat deze shampoo gebruik ik nu ook. Dus ik dacht super chill voor op reis. Van Nuxe een tanning olie met SPF 30. Die had ik niet meer, een tanning olie. Dan een van La Roche-Posay een zonnebrand. Dus voornamelijk voor je gezicht. Maar ook gewoon een mini. Want ik ga dus naar Valencia. En dan ga ik met handbagage. Dus we hebben geen ruimbagage. Dus ik moet allemaal minis meenemen. Dat is helemaal chill. En dit is echt perfect. Kan zelfs nog in je tasje mee. Nou, helemaal top. Dan een Golden Tan Maximizer van Lancaster. Een After Sun. Dus dit is voor extra bronzing. Ook heel nice. Dit is geen mini, maar heel erg nice. Ziet er echt perfecto uit. Een aloe vera crème. 98% aloe vera moisturizing gel. En hetgene wat helpt in After Sun is aloe vera. Dus aloe vera, hoe meer aloe vera, hoe beter, zeg maar, voor als je verbrand bent. Dit hadden wij zeer nodig eigenlijk op Turkije. Maar ik heb hem nu hier. Dus dit is voor als je verbrand bent, beter dan After Sun. Gewoon koop gewoon 100% of 98% aloe vera. En waterproof mascara, de Sky High mascara, vind ik sowieso altijd heel erg chill. En dit is waterproof voor de zomer, heel chill, voor vakantie en zo. Dan Longwear Brow Pencil. Ja, ik heb dus geen brow pencil van Bobbi Brown. Heb ik hem. Dus aan de ene kant heb je een borsteltje dat je zo door je wenkbrauw kan. En aan deze kant heb je dus een stick dat je hem iets zo kan bijtekenen. En dan kan je hem zo doortekenen. Dus jee, hier ben ik blij mee. Dan heb ik van Clinique. Oh, hier ben ik heel benieuwd naar. Een lipstick. En Black Honey. Dit is een soort trend wat ik zag op TikTok. En deze is dus helemaal zwart. Maar als je dus zo doet, schijnt het heel mooi te zijn. Oh my god. Kijk. Hoe mooi. Heel nice is dit. I love it. En als laatst heb ik van Laura Mercier een liquid bronzer. Blush bronzer. Dus een wat donkerdere kleur. En ik dacht dat is wel nice als een soort combinatie van een bronzer en een blush. Dus dat je een beetje een contour kan. Want ik heb dus hier echt een hele felle roze blush van. En die vind ik zo chill. Kijk, hier kan je wel een beetje een soort contour mee maken. Ik dacht, ik hou echt van liquid producten in de zomer. Anders lijkt het zo cakey. Alle linkjes van de producten staan sowieso altijd in de beschrijving. En je kan dus mijn kortingscode SARAVELE even gebruiken voor heel veel korting. Dan heb ik dus ook twee beautyboxen gekregen. Ja, tadaam. En hier zitten ook nog weer van leuke goodies in. Soms krijg ik eens in zoveel tijd een beautybox opgestuurd. En dat kan je zelf ook aanmelden. En hier zitten volgens mij ook... Oh, ik zie alweer allemaal leuke dingen zitten. Allemaal dingen voor in de zon. After Sun voor hair and body. Nice. Ook allemaal wel lekker gaan gebruiken. Een tanning lotion. Natural tan. Ook heel chill. SPF 30 Intense Moisturizing Sun Lotion. Ook nice. Ik heb allemaal sun lotions. Nou, ik kom helemaal om in de sun lotions. Een body serum. Ook heel erg chill. De Boom Dia Bright Cream van Boom Boom.
De Boom Boom Cream. En de CC Red Correct. Oh, dit vind ik ook wel chill. Nee, ik vind alles chill. Maar dit is toch tegen rode oneffenheden. Een serum, CC Cream. Dit is echt mijn favoriet van Isle of Paradise. De self-tan serum met hyaluronic acid. Dus dit is en verzorgend en het geeft je een tan. Dus dit kan je gewoon elke avond gebruiken of elke ochtend in je routine. Dit balsam met SPF 15. En een scrub. Dat is ook altijd top. Ik heb dus een scrub nodig, want ik heb nog geen scrub. Of die is op. Steeds ook top. Dan heb ik hier deze beauty box. Een nacht en een moisturizer en een nachtcream. Ook minis. Dus dit is ook heel chill mee te nemen. Een serum mini ook chill mee te nemen. Een cleaner, een cleanser cleaner. Een maskertje, ook top. Een mist. Een face mist. Dus dit zijn allemaal skincare producten. Nou, ook helemaal leuk. Nou, ik ben weer even voorbij. Morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik sta voor een dichte deur, dus ik moet even wachten op Floortje. En vandaag ga ik weer de hele dag werken op kantoor. Het zonnetje schijnt lekker, dus voor de topdag. Mee maken. Ja, maar even. Nou, we zijn lekker aan het terrassen. Rosalie. The boys. En we zijn ons favoriete spel aan het doen, Beverbende. Lekker man. I love this. Sama. Ze is aan het winnen. Nou, mevrouw is natuurlijk aan het winnen. Hoi. Maan heeft gewonnen. Ga maar zien hoor. Ik had net gewonnen, jongens. Ik heb vloggen. Ja. Hallo allemaal, goedemorgen. Het is zaterdag. Vandaag vlieg ik naar Valencia. En ik moet mijn spullen nog inpakken. Maar komt goed. Ik geef even een koffietje. Ik ben heel erg uitgeslapen. Ik wilde eigenlijk sporten vanochtend, maar ik was zo moe. Ik werd gewoon niet wakker. Het is 11:30 nu, maar misschien, ik ga zo meteen naar mijn ouders. Dus misschien ga ik gewoon bij mijn ouders even sporten. Kan ook nog. Ik ga nu eerst even deze super leuke dageltjes opplakken van Blitzbee. Echt heel makkelijk. Ik heb er ook een TikTok van gemaakt. En kijk hoe fucking leuk deze zijn. Ja, ik vind het echt niet normaal hoor. Dus dan moet je me er zo afhalen. En erop plakken. En dan is het eigenlijk gewoon een soort sticker. Op je nagels zet. Moet aan... Oh my god, ik vind dit nu al te leuk. Ik vind dit nu al te leuk. En dan omvouwt. En dan ga je het ook dus afveilen. Er zit ook een vel bij. Het gaat ook heel makkelijk. Hoppa, en dan is hij er alweer af. Even serieus. Dit is toch niet normaal cute. Ja, ik vind dit niet normaal. En fucking snel. Je hebt gewoon een zieke nail art. In 10 seconden. Ze had eerst een eerste laagje eraf. En dan pak je het stickertje ervan af en zet je hem op je nagel. Dan vouw je hem om. Nou, meiden, dit is toch een uitvinding. Dit is niet normaal. Ik vind dit echt heel leuk. Nou, ik ga dit eens eventjes lekker uitvinden met mezelf. Nou, guys, ik heb mijn spullen gepakt. Heel erg snel. Ik ben alweer veel te laat, want Stan, fucking lief, die kon me nog even gedag zeggen. Ook al... heeft hij een voetbalwedstrijd. Komt hij even snel tussendoor. Cutest. Mijn neus is echt ziek ontstoken. Ik weet echt niet wat het is. Maar het is niet goed. Ik ga nu snel met de auto naar mijn ouders. En dan gaan we vanmiddag alweer vliegen. Alright, boys and girls. Ik heb net even gesport. Super goed voor mezelf. En ik heb net lekker gedoucht. Me opgemaakt. Mijn moeder heeft heel lekker pasta gemaakt, dus dat gaan we snel eten. Het is nu 5:00 en rond 5:30 gaan we naar de airport. Het is echt waarschijnlijk een hele snelle vlucht. Dat is altijd met naar Spanje, dus vind ik altijd wel chill. Ik moet nog zo wennen aan mijn korte haar. Wat vinden jullie ervan? Ik ben er wel heel blij mee hoor. Maar ik hoop dat het ziet er wel echt een stuk gezonder en voller uit. We zijn op de airport. Met Mamsi. Heb je er zin in? Zeker. Moeder-dochter weekendje hebben we nog nooit gedaan. Nou, nee niet zo. Echt, zeg maar, in het buitenland. Nee, niet echt zo'n trip. Ken je Elizabeth Arden? Het merk ken ik. Deze hebben ze, dit is een lippenbalsem. Ja? De beste ooit. Ja? Wil je eens proberen? Ja hoor. Ik ben echt verliefd op deze. Heel verzorgend. Lekker? Ja. We moeten nu even wachten. Nou, dan zie je, het is alweer 6:30. We moeten zo even een koffie gaan halen. En dan naar de... Komt goed hoor. Naar de gates. En volgens mij, hoe lang is het vliegen? Echt heel kort. Dus
Helemaal zin in. We komen vanavond, ja, we komen wel op een zaterdagavond aan. Dus we kunnen op. Wat gaan we in Valencia nog een drankje doen of zo? Als we aankomen. Of meteen naar de Airbnb. We gaan wel nog gelijk naar de Airbnb. Ja, maar gaan we daar naar de stad nog in? Geen idee. Zaterdagavond. Ja. Kijk wel even op van morgenavond. Gewoon lekker door. Hallo allemaal. We zijn aangekomen in de Airbnb. Een heel cute Airbnb'tje. Je staat hier meteen op de weg. En dan kom je dus meteen binnen. Dan heb je hier links meteen een slaapkamer. Zo. En dan heb je hier een badkamer. Het ziet er helemaal goed uit. Een keuken. En hier een woonkamertje en een eettafel. Nou, helemaal cute. Nou, we gingen even de stad verkennen. Maar we hadden gewoon nergens eten. En mijn moeder en ik hebben zoveel honger. Want het is 12 uur. We hadden gegeten om 5 uur. Dus we hebben zoveel honger. Dat we nu in een of andere kebab tent staan. En een Turkse pizza hebben staan. Ik heb nog nooit in zo'n gare kebab tent gestaan. Ik ook niet. Ik heb dit nog nooit gegeten. Maar ja, het zal wel. Als je trek hebt, doe je alles. Ja, als je honger hebt. Als we geen honger hadden, dan had ik denk nog eerder dood. Nee, dat is ook wel te even. Maar kijk, ik ga het een beetje filmen, ja. Straks is die heel lekker. Ja, nou, we vinden het wel hartstikke lekker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. We zijn wakker geworden in Valencia. Heel snel even opgemaakt en outfitje aangedaan. En we gaan nu eerst proberen een fiets te huren, toch? Ja. En even ergens ontbijten. Het is helemaal gezellig. We hebben net even een koffietje gedaan. Ik heb thee gelikt. We gaan nu met de metro even naar het centrum. Want wij zitten dus een beetje bij het strand. En dan gaan we kijken of we daar fiets kunnen huren. En wat gaan we dan eigenlijk... Ja, we moeten even nog ontbijten. Ja, of iets eten. Het wordt een soort brunch. Ja, we gaan gewoon lekker even zitten. Nou, we hebben zo'n beetje de hele stad rond gefietst. En we zitten eindelijk ergens. We zitten bij. Wat is nou Dol? Boutique. Double Dolce Leer. Nou, DDL Boutique. DDL Boutique. En ze hebben hier echt heel veel lekkere dingetjes. We hebben ook een sapje. Nou, ik ga hem proeven. Ik heb met fruit. Lekker aardbei. En we hebben een mega bananenbrood. En er komen nog Engelse muffin met ei aan. En we hebben een empanada. Ja. Ook helemaal lekker. Oh, daar komt het, ja. Kijk, deze hebben we ook. Kijk, lekker gepasseerd eitje. Oeh. Lekker. We zijn nu bij het, ja, hoe heet dit park? Park van de cultureel. Het is, hoe heet het, die architect? Calatrava of zoiets. Het is een park met allemaal musea en. Een park voor kunst. Nou ja, iedereen die Valencia. Aan Valencia denkt aan dit. Dus daar zijn we nu even, we hebben er even doorheen gelopen, heel mooi. Heel groot allemaal. Dus. Een park met verschillende hele grote gebouwen gewijd aan de wetenschap, ja. Aan het oceaanleven, de muziek, de kunst en dat allemaal door, ik dacht dat die architect Calatrava heette, die dit allemaal heeft ontworpen. Ja. We zijn nu een tijdje terug in ons huis en we hebben ons omgekleed en weer een beetje opgemaakt en we gaan vanavond eten bij Tamasso of zo. Nou, het schijnt een hele goede Italiaans te zijn. Dus we gaan erheen fietsen. We hebben de fietsen gewoon in ons appartement gezet. Omdat, ja, we het niet aandurfden om zo op straat te zetten. Want, ja, gewoon, je weet het maar nooit. We hebben net hier even lekker geborreld. Op ons mini balkonnetje of terrasje. En ja, we gaan zo lekker het eten. Ik heb echt zin om lekker te eten. Dus we zitten lekker. Kijken hoe goed het eruit ziet. We gaan lekker genieten. We hebben echt super lekker gegeten, toch? Heerlijk. Heel lekker, echt een aanrader. Ik hoorde dus wel dat je echt super ver van tevoren moet reserveren, had ik ook gedaan. Maar heel erg het leuke tentje en super lekker Italiaans gegeten. Dus heel leuk. Kijk, helemaal cute.
Jongens, het is alweer maandag, dus hierbij sluit ik de vlog af. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven, op mijn kanaal te abonneren en me te volgen op Instagram en TikTok, allebei het zagen voert. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Give me a...